Yes, jullie zien natuurlijk direct de itemshop van vandaag in beeld staan. Super tof voor jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Druk natuurlijk eventjes op het blauw rempje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En ja, de itemshop, ik wil het daar kort eventjes over hebben. Namelijk gisteren is dus random de Arcane League of Legends set in de itemshop gekomen. Super dik. Ik had verwacht dat het morgen zou zijn of eigenlijk vandaag. Maar dat was dus gisteren al. Dus dat is zeker weer te tof om te zien. Je kunt daarbij overwegen om onze code in te vullen natuurlijk in de itemshop. Als je iets gaat halen, wie dat ook heeft gedaan, is Renzo. Ik heb er met de zak te veel gevraagd, de Party Store gekocht. Hopelijk kom ik eens in de video. Hey Renzo, je zit in de video. Heel erg bedankt. Een dikke S aan jou. We gaan ook denk ik direct starten. Ik heb vandaag weinig nieuwtjes eigenlijk. Het is niet anders. We gaan direct beginnen. Yes, en het eerste topic. Nou, laten we eventjes kijken hoe ver we zitten in dit seizoen. En op dit moment zitten wij op 45%. Wat betekent dat we nu nog 58 dagen lang in dit seizoen zitten. Minder dan 2 maanden. Dus het gaat niet heel lang meer duren. We gaan door naar het volgende dingetje. Yes, en dit gaat eventjes over een nieuw item wat er binnenkort aan gaat komen. Namelijk in de files zit er een item in genaamd de Rover. En dit is eigenlijk een beetje de Treasure Map 2.0. De Treasure Map hebben we natuurlijk gehad in Chapter 1. En dat was een best wel tof item waar je ook best wel goede items uit kon halen. Nou, dat kan dus binnenkort weer. Namelijk, je kunt voor 100 gold zo'n Treasure Map kopen. En je kunt er materialen, ammo, heal items, zelfs legendary wapens kunnen erin zitten. Oftewel, gewoon super dik. Dus dit wordt een item die misschien in de 19.20 update erin gaat komen. Of heel misschien al deze week. Namelijk op dinsdag met een content update. Zou kunnen, maar ik schat de kans best wel klein in dat dat gaat gebeuren. En we gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit is gewoon eventjes een leuk plaatje. Namelijk, welke loadout zouden jullie kiezen? Laat het achter in de reacties. Ik heb al een beetje gekeken en ik weet het al denk ik wel. Namelijk, ik ga voor 3... Dan ga ik voor E en dan ga ik voor 2. Dus 3E2. Dus ja, de Scar, dan de Slurp en dan de Shotgun. De Pump Shotgun. Dus dat is mijn loadout. Welke kies jullie? Laat het achter in de reacties. Dus je moet bijvoorbeeld kiezen voor 1, dan B en dan 4. Snap je? Dus oké, we gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit is eventjes een handige kaart waar je de audiologs kunt vinden. Namelijk, je moet er volgens mij voor een bepaalde quest of zo moet je er 1 vinden. En nou, dit zijn in ieder geval alle locaties. Dus ja, dan weet je dat. Best wel handig om te weten, dacht ik zo. We gaan gelijk door. Ja, en dit gaat eventjes over een boss die eraan gaat komen in de nieuwe locatie die eigenlijk in de 19.10 update had moeten zitten, maar is uitgesteld naar de 19.20 update waarschijnlijk. Het gaat namelijk over de Covered Cavern. Heb ik het al eergisteren of gisteren over gehad. En hierbij komt een IO Brute Boss. Jawel, dus een boss die je weer moet verslaan. En deze die dropt een Mythic Stinger SMG en 2 healing items. Dus ja, dat is eigenlijk het enige. Je moet ook nog langs een paar guards en die dropt de Blue Striker Shotgun. En de andere guard die dropt een Blue Stinger SMG. Dus ja, dan weet je dat. Dat komt er binnenkort aan. Een nieuwe locatie met een boss. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is eventjes een suggestie van iemand. Namelijk, hoe vet zal het zijn als jij met een vishengel een berry op je vishengel eigenlijk kunt doen aan het haakje. En op die manier Klombo eigenlijk de weg kunt laten leiden. Eigenlijk een beetje wat natuurlijk ook gedaan wordt met paarden of ezels. Dat er een wortel voor wordt gehouden. En dat ze eigenlijk er naartoe rennen. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde effect wat je dan krijgt met Klombo. Een handige manier om door de map heen te gaan, dacht ik zo. En ja, dat vond deze guy die deze suggestie heeft gemaakt ook. Dus zeker weer te handig. Ik hoop dat ze het erin gaan doen. We gaan door naar het allerlaatste dingetje. Yes, en dit gaat ook eventjes over een super handige tactiek. Namelijk, moet je kijken. Yes, dit is een zeer handige manier om te healen. En natuurlijk ook gewoon door, ja, eigenlijk te travelen door de map heen. Dus ik dacht, ik laat hem eventjes zien. Dames en heren, dit was het einde van de video weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarom support je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zak te veel vraag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.